De veerdienst tussen Suriname en Guyana wordt donderdag hervat. Zo meldt het Nationale Informatieinstituut in een persbericht. Hierover hebben beide landen akkoord bereikt. Namens Suriname heeft minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie de onderhandelingen gevoerd. De dienst zal nu worden onderhouden met het Guyanese vaartuig MB Sandaka. De Kanawaima-veerboot is op 27 mei uit de vaart gehaald vanwege mechanische problemen. Suriname en Guyana konden toen geen overeenstemming bereiken over de betaling van de reparatie. Volgens de minister is deze kwestie uitgesproken. De MB Sandaka zal om 9 uur vanuit Guyana vertrekken en dan om 11:30 weer vanuit Zuid-Drenthe.